Mijn, mijn gokverslaving was uh, extreem. Dat is een onderdeel dat mijn carrière uh, eigenlijk naar de Filistijnen is gegaan. Uh, op een gegeven moment moet je sommige dingen moet je wel koesteren. En, uh, ik, ik koesterde niet dat ik gewoon gezegend was met een bepaald talent. dat je in deze maatschappij uh, eh, daarin, met vraag en aanbod daar je geld in kan verdienen. En dan ook nog op een hele goede manier, wat voor andere mensen uh, niet is weggelegd, zeg maar, weet je, die die kans niet krijgen. Ja. Nou, daar moet je anders mee omgaan. Daar moet, je, daar moet je heel dankbaar voor zijn, maar niet alleen in woorden, maar ook in daden. En ik deed dat niet in daden, en uh, gokverslaving was daar natuurlijk eentje van. Omdat, uh, ja, dat, is, uh, dat was zo'n vergif in mijn lichaam, dat het uh, een hele hoop, zeg maar, verpest heeft. Ja. En op welke le leeftijd is dit begonnen? Bij uh, mij is het begonnen toen ik, zeg maar, 18, 18 jaar, 19 jaar was, ja. Ik was uh, met een groep vrienden, was ik altijd mee. Ik was de jongste. En uh, die, uh, ja, ze, 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 ze beschermden mij en, uh, en namen me mee naar kickboksen en alles. En uh, we gingen ook altijd eten in een patatzaak. En er was er, altijd, was er één vriend van ons bij, die had altijd heel veel geld bij zich. Uh, hij liet het ook altijd zien. Hij gaf bijna niks. Ik had meer naar dat voorbeeld moeten kijken. Ja. <laughs> weet je? Ja. Veel geld hebben allebei. en dan uh, niet zoveel uitdelen. Maar uh, die ging altijd op die gokkast spelen. En ik speelde nooit op die uh, gokkast. Maar ik stond er wel altijd bij. Weet je? Want we waren met een, met een groep van zeven man. zeg maar. En dat was uh, ja, elke week. Uh, en op een gegeven moment was ik daar een keer alleen in de snackbar. In diezelfde snackbar waar ik normaal gesproken dus met mijn vrienden was. En echt om een patatje te halen. En uh, ik kreeg dus wisselgeld En ik kreeg uh, zo'n knaak kreeg ik terug. En dat was 2,50 uh, was het in gulden tijd. En ik denk, ja, weet je, ik gooi hem uh, in die gokkast, weet je. Nooit gegokt, ook geen uh, drang daarnaar. Of, uh, en ik gooi hem erin. En het gebeurde? De eerste druk wat ik deed, kreeg ik drie briefjes van 25 gulden. Die wilde ik gelijk hebben. Maar wat gebeurde nou? Die brieven van 25 gulden kwamen in het scherm. En die kast die ging flikkeren. Met allemaal lichten. Bam, 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 bam. Nog niet te veel geluid, maar wel een beetje. Bam, 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 een beetje. En ik wil het geld aftikken. En ik druk op een knop, maar ik druk op de verkeerde knop. Dus ik druk, schijnbaar drukte ik uh, op gokken. Dus ik druk.

Toen is eigenlijk wel de verslaving begonnen. In die zin... Uh, op dat moment was het geld nog. Want ik dacht, 25 gulden. Dat, was, hè, dat wilde ik gewoon hebben. Want het was meer dan ik had. Want ik had uh, zelfs een uh, tientje of zo, bij wijze van spreken. Ja. En dan kreeg ik ook nog een keer 50 gulden. Dus de volgende keer ging ik weer een patatje halen. Die week daarna. Zogenaamd. Ik ging een patatje halen, maar... Ik gooide weer gelijk geld ja. in die gokkast. En toen ging ik uh, niet een week later een uh, patatje halen. Toen ging ik uh, in de helft van de week ging ik alweer een patatje halen. Dus met andere woorden, ging ik daar gokken. En op een gegeven moment ging ik niet om uh, uh, um de helft van de week een uh, patatje halen. Op een moment ging ik elke dag een patatje halen. Snap je? En zo ga je steeds verder. En bij mij is het nog een uh, het vlucht genomen. Nou, daarboven is nog ineens een vliegtuig geweest. Zo hoog is die vlucht uh, gegaan die ik uh, genomen heb met gokken. Want op een gegeven moment ja, ga je meer verdienen. En die, die adrenaline, op een maakt het niet meer uit hoeveel je verdient. Want je wil die adrenaline wil je bevredigen, zeg maar. Ja. Dat gevoel wat in jou zit. Wat je dus een prettig gevoel geeft. En waar het in eerste, allereerste instantie... Met, dat, met die uh, 25 gulden. wel om geld ging. omdat dat 25 gulden. veel geld mm. voor mij was toen. En toen helemaal met die 50 uh, gulden. toen ik die kreeg. omdat ik verkeerd drukte. Toen was het geld. Was dan nog een onderdeel. in de blijdschap die ja, ik had. Inderdaad. Maar die werd gecombineerd. met al die geluiden die erbij ja. kwamen. Dus elke keer. dat moment. stond in mijn geheugen ge gegrift. En uh, ja, naarmate je meer geld verdiende, ging dat geldverhaal ging steeds meer naar beneden. Maar wel die adrenaline die je kreeg, alsof ik het voor de eerste keer weer meemaakte. Ja. Nou, dat heeft uh, hele grote vluchten gemaakt bij mij. Want, ja. Bleef je dan wel veel winnen? Of? Nou, sterker nog, ik ging, toen ik uh, bij Arsenal speelde, speelde ik nog steeds op uh, uh, ging al, was ik geblesseerd zat ik in Nederland. En dan ging ik nog steeds naar, naar gokhalen. En daar speelde ik niet, omdat ik, ik had dus meer geld. Ja. Uh, ik ging, uh, toen met 2000 gulden ging ik naar, naar zo'n gokhal. En ik ging of met 2200 gulden ging ik weg. Dus 200 gulden winst. Of ik ging met 1800 gulden weg. Dus ik al 200 verlies. Ik ging daar dus van ochtends tot die uh, dicht was. En dan ging ik op 10 kasten tegelijk spelen. Dan had ik een stokje. En dan zet ik een stokje zet ik zo in zo'n kast. Eén. En dan zat ik boven, dan had die hele etage boven, dan zat ik zo, dan zat ik dus door te eten. En die, in die kast ging dat, al die licht, en dan daar. En nou, dat vond ik leuk. Toen dacht ik van ja, wat ga ik nu doen na, na die gokkasten? Ik heb alles gezien, dus die kik was weer weg. Maar ik wilde toch die kik blijven behouden. Van wat, wat, ja, wat ga ik nu doen dan? Nou, dan zat er een gok. Duiveltje in mijn systeem, die zegt: Joh, ga lekker naar het casino. En ik zeg tegen hem: casino, ik ben nooit geweest, ik vind er niks aan. Ik hou niet van roulette. Dat is ding. Ja, nee, maar je kan ook op gokkassen spelen. En dan kan je op gokkassen spelen, waar je nu gooi een knaak erin en dan kan je tien keer drukken. Maar daar gooi je vijven erin en dan kan je één keer drukken. Heb je ook alweer een meer adrenaline kick? Zo zit hij in je kop te praten. Ja.